Hello, welcome all. Welcome, Myra hier. Alweer bij aflevering 29 van deze serie. Over een cursus in wonderen. Wij delen nog steeds een klein reisje met elkaar. Klein reisje. Door het tekstboek heen van een cursus in wonderen. En wij zijn nog in hoofdstuk 5. Tijd en eeuwigheid. Jezus zegt: uitstel speelt geen rol in de eeuwigheid, maar is tragisch in de tijd. Hij wil niet dat wij dingen hier uitstellen. Hij hoopt dat wij onze tijd hier zo goed mogelijk gebruiken. Hij zegt: ja, maar jij hebt ervoor gekozen in de tijd, in plaats van in de eeuwigheid te zijn. Ja, door in slaap te vallen, zijn wij nou in de tijd terechtgekomen in een droom. En geloof dan ook nog dat je in de tijd bent. Het is een droom van tijd en ruimte. Ja. Maar, hij troost ons, jouw plaats is uitsluitend in de eeuwigheid. Ja, Jezus wil graag dat wij onze tijd hier goed gebruiken. Hoe doe je dat? Doe de cursus. Leef de cursus. Leren om te leven in liefde. Want dit is niet ons thuis. Deze droom, wij zijn hier in de droom niet thuis. Ja, dit is niet ons huis, nee. Schuldgevoelens houden de tijd in stand. Ze brengen vergeldings- of verlatingsangst teweeg. En zorgen ervoor dat de toekomst net als het verleden wordt. Niet zo mooi, hè? Ja, alleen de denkgeest van het ego kan schuldgevoelens aanmaken. Laat dat even doordringen. Alleen de denkgeest van het ego. Die droomfiguren maken geen schuldgevoelens aan. Mijn hersenen, mijn brein, mijn intellect, wat dan ook, die maakt geen schuldgevoelens aan. Alles vindt plaats op het niveau van de denkgeest. Alleen de denkgeest van het ego kan schuldgevoelens aanmaken. En alle vormen van angst houden juist die illusie van deze droom in stand. Het is een probleem van het ego. Het ego gelooft niet in het nu. Het ego springt altijd vanuit het verleden gelijk de toekomst in. Het is net alsof hij op een trampoline springt. En verleden, toekomst. Verleden, toekomst. Er is nooit een moment in het nu. Dat doet het ego. Jezus zegt, de denkgeest die in mij was, is in jou. Kijk, gelijkwaardigheid. Is geen grote broer of grote zuster en kleine zuster. Wij zijn gelijk geschapen. In de denkgeest van God. De denkgeest die in mij was, is in jou. Want God schept met volmaakte rechtvaardigheid. Die breidt zich uit in liefde. Dat noemt de cursus de Zoon van God. En dat zijn geen personen, geen mensen, geen lichamen. Er is geen persoon die Jezus heet in onze denkgeest. Nee, wij zijn nou de uitbreiding van liefde en licht in de denkgeest van God. Laat de Heilige Geest jou steeds aan zijn rechtvaardigheid herinneren. En laat mij, zegt Jezus, je onderwijzen hoe je die met je broeders delen kunt. Ah, wat een lieve, zachtmoedige leraar hebben wij. Jezus wil ons uit zijn liefde onderwijzen wat wij zijn. En hoe wij dit mogen delen met onze broeders. Dankbaarheid. Daarvoor heb ik veel dankbaarheid. Oké, hij gaat nou een aantal dingen uit de Bijbel aanhalen. Er zijn heel wat voorbeelden die aantonen hoe misleidend de interpretaties van het ego zijn. Maar we kunnen met enkele volstaan om te laten zien hoe de Heilige Geest deze
voorbeelden in zijn eigen licht opnieuw kan interpreteren. Ja, ik heb wat dingen opgenomen, dat gaan we lezen. In het boekje, het is op pagina 87 en 88. Misschien goed om dat zelf ook even voor jezelf na te gaan en te lezen. Zoals gij zijt, zo zult gij oogsten. Interpreteert de Heilige Geest als, wat jij cultiveert, zou jij in jezelf cultiveren. Jouw oordeel over wat waarde heeft, zal dan waarde hebben voor jou. Dat is allemaal de betekenissen die wij zelf aangeven. Wat maken wij waardevol? Aan mij is de wrak, spreekt de Heere. Dit krijgt een nieuwe betekenis als je in gedachten houdt dat ideeën alleen toenemen wanneer ze worden gedeeld. Maar de uitspraak benadrukt dat wrak niet kan worden gedeeld. Niet. Okay. De goddelozen zullen te gronde gaan, wordt een uitspraak van verzoening. Als je dan te gronde gaan, anders leest als ongedaan worden gemaakt. En Jezus gaat verder daarmee. Toen ik zei, ik ben als een licht in de wereld gekomen, bedoelde ik, zegt Jezus, dat hij gekomen was om het licht met jou te delen, met ons te delen. Nogmaals, er zijn geen ikjes meer. Het is een geest die als licht in de wereld is gekomen om het licht met de rest van de delen van de geest die in de droom lijken te dromen, te delen. Ja? Capiche? Ah, zo'n stukje. Wat jij nu moet leren is, alleen oneindig geduld sorteert onmiddellijk effect. Op deze manier wordt de tijd voor de eeuwigheid verwijld. Ja. Nou, geduld is geen favoriete eigenschap van het ego. Maar wat geeft de Heilige Geest een hele mooie interpretatie hier aan oneindig geduld? Geduld brengt onmiddellijk effect. Want door de verleidingen van het ego te weerstaan, leren we te wachten op het antwoord van de Heilige Geest. En dan is het mogelijk gelijk onze innerlijke vrede te herwinnen. En dan heeft oneindig geduld onmiddellijk effect. De Heilige Geest, die in de tijd namens God spreekt, in de tijd, weet ook dat de tijd geen betekenis heeft. Ja, tijd. Ah, hij herinnert je hieraan in ieder vluchtig tijdsmoment, omdat het zijn bijzondere functie is jou naar de eeuwigheid terug te brengen en je scheppingen daar te blijven zegenen. Ja, het is moeilijk voor ons, hè, die hier met de tijd en ruimte dromen en wat wij noemen het leven hier. Ja, we kunnen echt niet begrijpen wat tijd echt betekent. Nee. Alleen gelukkig dat de Heilige Geest die begeleidt ons naar ons thuis toe. Ja, want dat is zijn functie hier, is om ons terug naar de eeuwigheid te brengen. Je eeuwigheid is ook weer zo'n woord die wij gebruiken. Maar in feite kunnen wij niet begrijpen wat eeuwigheid is. Net zoals wij eigenlijk niet kunnen begrijpen wat tijd is. Ja. Maar weet je, wij hoeven het ook niet te begrijpen. Dus wij delen gewoon weer onze innerlijke glimlach en liefde met elkaar. Wij delen deze reis zonder einde, zonder afstand, bedoel ik, met elkaar. Dankjewel voor het kijken. Tot een volgende keer. Dag.